van Po naar Cusé, Neige, Saint-Girons. 226 kilometer, met heel wat moeilijkheden dus. En we gaan met de helikopter, als het goed is, naar een kopgroepje van vier, jawel. Waarbij onze landgenoot Gerard Veldscholten. Die rijdt daar in het gezelschap van de Luxemburger Lucien Didier, van de Fransman Jean-René Bernardot en van de Schot Robert Miller. We zijn op, nu op de Porte d'Aspin, de col die wij eerder op de dag beklommen, met in beeld Dominique Arnaud. Dominique Arnaud die daar met Theo de Rooij voorop reed, en dit is een opname van eerder op de dag. Porte d'Aspin, de tweede van de laatste vijf cols. En als we nu naar voren pennen, dan moeten we zo aanstonds Theo de Rooij gaan zien. En ik denk dat dit zijn achterwiel is. Hier is die, Theo de Rooij, de grote initiatiefnemer in de laatste drie dagen van de ploeg van Post. Schakelt hier even verkeerd, is aan een vlucht begonnen. Kijk maar eens hoe hij leidt. Na 108 kilometer met deze Dominique Arnaud die u als eerste in beeld zag. En heeft hier op de Porte d'Aspin een voorsprong van anderhalve minuut op een achtervolgend peloton. Theo de Rooij. Hij opent ook vandaag weer voor de ploeg van Post. Die haar tactiek, zoals eerder gezegd, helemaal heeft veranderd. Niet afwachten meer, niet vertrouwen op de sprinters. Trouwens, dat kan vandaag niet, want Van der Aarde, de etappewinnaar van gisteren, werd als een van de eerste gelost uit het peloton. En dus Theo de Rooij, lange tijd, enkele uren vandaag in de spits in deze eerste bergetappe in de Pyreneeën. Heeft Arnaud gewoon uit het wiel gereden. Na een zwak voorjaar dat geteisterd werd door de ene valpartij naar de andere, passeert Theo de Rooij hier een col van eerste categorie, de Porte d'Aspin, als eerste. En dat kunnen nog weinig Nederlanders zeggen. Kijk eens hoe dik het publiek daar staat. En dan gaat het naar beneden in duizelingwekkende vaart naar het dorpje Bagnères de Bigorre. En Bernard Hinault, Peter Winnen. Kortom, nog een vrij groot peloton op de Porte d'Aspin. En nu zijn we direct in de koers met het viertal, waarbij Gerard Veldscholten dus, Jean-René Bernardot, Lucien Didier en Robert Miller. En voor Nederland is dit een hele goede vlucht. Want u weet dat Gerard Veldscholten als beste Nederlander geclasseerd staat in het algemeen klassement. Vanochtend bij de start zevende op 14 minuten en 33 seconden van gele truidrager Bartol. En op slechts 2 minuten en 3 seconden van de best geplaatste favoriet Pignon. Achterstand van de groep 2 minuten en 33 seconden. Hier is Gerard Veldscholten. Dit is Lucien Didier, die natuurlijk niet aan de leiding komt en al heel wat heeft afgezien. Deze Luxemburger die aan zijn laatste Tour de France bezig is, want hij gaat einde dit seizoen stoppen. Gerard Veldscholten, nog tamelijk fit, maakt een goede indruk op mij. Dan die sinds vorig jaar verrassend naar voren gekomen Schot Robert Miller, die wij nog niet in beeld hebben gehad. De Fransen houden het even op de beste man in het klassement van die vier. Daar is Jean-René Bernardot, altijd bereid om te knokken, te strijden, deze kopman van Tristan Muus. En hier is Robert Miller, in het zweet des aanschijns. Het vorig jaar demareerde hij met de Colombianen Rodriguez en Corridor in de eerste de beste Pyreneeënritweg. En toen werd het klassement praktisch omvergereden. Er is al heel wat gebeurd vandaag tijdens de klim, de kluiterpartijen over de toppen van de Pyreneeënkols. We hebben een aantal opgevers. De Belgen Somers en Hagedoren zijn uit koers, zijn afgestapt. De Fransman Jean-François Rodriguez. De Italiaan Battalien, die zijn zitvlak verwond heeft, die kon helemaal niet starten. En ook heeft bij de tweede bevoorrading Jan Raas, de winnaar van de etappe in Bordeaux, opgegeven.
En daarnet in de afdaling van de Col de la Core, een vreselijk hoge en moeilijke col met een klim van 14 kilometer. In die afdaling is Pierre Pazzo, de Fransman, zodanig gewond geraakt bij een valpartij dat hij met spoed in een ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is gebracht. Dus nog 154 renners in koers. Hier het peloton op 3 minuten. Er zijn heel wat mannen uitgelost, maar de favorieten zijn er nog bij, voor zover wij ze daar verwacht hadden. Ook een aantal Colombianen, van wie verwacht werd dat ze vandaag erop los zouden branden. Maar zover is het niet gekomen. Hier is Hino, natuurlijk. Hier is Fignon, die houden ze wel goed in beeld. Bartow, de drager van de Peterwinnen. Kelly. Simon, Pascal Simon. Greg LeMond, die vandaag een leidensweg ondergaat, want hij is ziek. Hij heeft griep, angina, een ontsteking. Henny Kuiper, die een tijdje achter de Roy heeft aangereden, maar er niet in slaagde om tot bij hem te komen. En hier Herrera, en dit is Rodriguez. Guy Nulens. Jawel, het is nog een flink groepje. En we missen eigenlijk nauwelijks een van de mannen die wij hier verwacht hadden. Pedro Delgado zit erbij. Dan de Colombiaan Alfonso Flores, de man met het bloedend gezicht uit de tweede etappe. En er is een groep zoetemelk op 9 minuten, 6 minuten en 6 seconden. 6 minuten en 6 seconden, de groep zoetemelk. Veel renners hebben vooral de leider gehad van de Col de la Core. Die werd bereikt na 183 kilometer. Liefst 14 kilometer beklimming. Dat was daar waar de vlucht van Theo de Rooij eindigde. 6 kilometer onder de top werd Theo de Rooij ingelopen. En toen ging die jachtgroep, waartoe Gerard Veld-Scholte behoorde, door. Vignon in beeld. Met Winnen daarachter. Maakt een goede indruk, Peter Winnen. Was heel geconcentreerd vanochtend bij de start. Had een bord muesli gegeten vanochtend. Een broodje en een bord spaghetti. Wilde toen ook nog wat yoghurt toenemen, maar dat lukte niet meer. En hij was heel veel opgewekter dan de wereldkampioen. Greg LeMond, rechts in beeld. Die monteerde nog even een nieuwe fiets. En als je dat op het laatste moment doet, dan heb je toch weinig zelfvertrouwen. Nog even de posities van de vier. Op 2-0-3 van Vignon is de best geplaatste Gerard Veld-Scholte. Op 6-0-4 van Vignon de Schot Millar, de tweede best geplaatste. Dan op 9-15 van Vignon Bernaudon. En op 9-25 Lucien Didier. We zijn op zo'n 11 kilometer van de aankomst. Zo aanstond begint de klim van de Col de la Trappe. Van tweede categorie. Waarvan de top op zo'n 8 kilometer van de aankomst ligt. En daarna hebben we nog de laatste klim. Hier krijgen de heren even het verschil te zien. Op 3 minuten 30 de groep. De situatie is voor Veld-Scholte nog altijd uitermate voordelig. De lucht is spaarzaam, de hitte is groot, de vermoeienis is er, zit diep in de spieren. En dan maar weer omhoog. Op zo'n col zie je het lijden van de atleten het best. In slow motion. De zweetdruppels parelen aan neus en kin. Het hart bonzend in de borstkas. En alle signalen in het hoofd die roepen over ophouden. En dan zit je tegen de pijngrens en daar moet je doorheen.
En hier hebben de favorieten stelling genomen. Links rijdt Le Mans. In het midden Anderson. En rechts Mario. En daartussenin Bernard Hinault. Sean Kelly daar op tweede rang. Verschil is 4 minuten en 45 seconden. Nou, als dat zo blijft, wordt het een behoorlijke slag voor Veld Scholten. Peter Winnen is daar links te zien. Hinault als van ouds mee op kop. Je moet toch respect hebben voor deze 29-jarige Breton, die zich nooit spaart, evenals de Australiër Anderson. Veld Scholten die royaal de bochten neemt, omdat daar aan de binnenkant de tier het meest gesmolten is. En Bernardo die het tempo maakt. Kijk, de ketting ligt nu op die grote tandwieltjes. Ik denk op het tandwieltje 23. Dan kun je vaker de pedalen rondtrappen en dan kom je gemakkelijker naar boven. Zijn we op de vlakke weg, dan ligt die vlak naast het frame. Op de 13 of de 12. En Luis Herrera, de beste Colombiaan. Rij weg, zegt hij tegen de cameraman. Marc Mario, Hino, Winnen, Ramirez. Daar gaat Herrera naar voren. Kijk eens even op. De afgelopen dagen hebben de vele Colombiaanse journalisten, als ze ons zagen, steeds met de vingers bewegingen gemaakt naar de lucht toe. En dan wezen ze op Herrera. Daarmee wilden ze zeggen van, als het omhoog loopt, dan vlindert hij zo weg. Hij geeft nog iets meer tijdverschil. Iets meer dan 3 minuten. Maar wij hebben doorgekregen minder dan 3 minuten. Dat zal wel van een tijdje geleden zijn. Want het verschil is veel minder. 2 minuten 50 nog maar. Zo'n man schrijft het op het bord en die moet dan naar voren rijden om het te laten zien. Bernardo bij het zien van dat kopgroep daar, dat aangeeft dat de top bereikt wordt van de Cobra trap, demareert weg en komt als eerste boven met Miller in tweede positie en Gerard van Schoten op het metertje op 5 in derde positie. En dan gaan we naar beneden, naar de voet van de laatste kool. Dan wordt het pas echt serieus. We hebben even de stopwatch ingedrukt. Misschien dat wij beelden krijgen van deze groep als die de top van de Col de la Trappe eveneens passeert. Dan kunnen we dus uit eigen waarneming wat vertellen. Voor de rest zijn we meestal aangewezen op mededelingen van Radio Tour. Dit is Albert Bouvet, ook wedstrijdleider in de Gold Race. Man die zich enorm druk maakt. En Pedro Delgado ontsnapt uit de groep. Dat was de man die het vorig jaar zo schitterend naar beneden ging met zijn neus voor op de voorband. Nu doorkomt op de vierde plek op 2 minuten en 8 seconden nog maar van de 3 koplopers Pedro Delgado. Dus dat verschil, dat slinkt ziende ogen, jammer voor Gerard Veld Scholten. Delgado zet zijn actie door. Nog 7 kilometer zijn er te rijden als hij in de afdaling naar beneden duikt. Naar de voet van deze kool waaraan inmiddels het drietal begonnen is. Daar wordt gedemarreerd. Miller, die gaat weg op zoek naar de etappezege. Schakel, mond ver open van de inspanning. En nu is de vraag, wat
doet Veldschoten en wat doet Bernardo? Rijden ze het gat ineens dicht, dat nu al 50 meter is? Of proberen ze langzaam door een tempoverhoging weer terug te komen? Dat is de beste tactiek, de laatste. Robert Miller alleen. En hier is ontsnapt Herrera. Luis Herrera uit de groep van de favorieten. Die heeft de achtervolging ingezet. Dus het Colombiaanse geweld waarover dagen gesproken is, dat brandt hier los. Dat is dus de gevleugelde klimmer. 55 kilo weegt hij. Maar toch met een grote longinhoud. En we schakelen terug naar de topper in de koers, Robert Miller. Herrera passeert Delgado en is bezig aan een fenomenale comeback. Jawel, de Colombianen hebben ons uit dat verre Zuid-Amerika niet te veel verteld over deze begenadigde klimmer. Luis Herrera heeft het in zijn smalle beentjes en in zijn borstkas. En Delgado kan even aanpikken aan het wiel. Herrera heeft dit jaar al de twee grote nationale koersen gewonnen in Colombia. De Clásico RCN en de Ronde van Colombia. De peloton rijdt op 3 minuten en 17 seconden achter Miller. Schitterend hoe die Colombiaan naar boven gaat. Hij heeft in eigen land Laurent Fignon, Le Mans, Marc Madiot en al die Franse vedetten op een half uur achterstand gereden in de Ronde van Colombia. En kijk maar, Delgado houdt het niet. Er is geen houden aan. De dagen van Charlie Gaulle en Federico Bahamontes herleven in de Tour de France. Eindelijk heeft het volk weer een klimmer. Luis Herrera. Miller is natuurlijk ingelicht dat deze Herrera achter hem aankomt. De achterstand van Luis Herrera op de belangrijkste van de favorieten, Fignon. 11 minuten en 40 seconden. En op de gele trui heeft hij achter 24 minuten en 10 seconden. Daar nadert hij Veldschoten en Bellodo en die gaan er ook aan. Jawel. Ho, wat een openbaring. Kijk. Moet je eens kijken in het verschil. Veldschoten en Bellodo ploeteren en ploeteren. En wat doet deze Herrera? Up, links erlangs. Als deze toeschouwer het tenminste toestaat. Daar gaat hij, demareert gewoon weg. Er is geen houden aan. Een nieuw klimwonder in de Tour is geboren. De sensatie. En boven mij op de stellage hier op de commentaarpositie worden de vier radiocommentatoren van de Colombianen bijkans gek van vreugde. Ik kan ze horen. Terwijl u zag dat Bernardo Veldschoten op zijn beurt gelost heeft. En wat nu? Gaat Robert Miller er ook aan? Is niet. Is geen kruid gewassen tegen dit Colombiaanse geweld, deze sensationele ontknoping. Daar komt hij. Miller in zicht. De mensen zijn natuurlijk ook erg begeesterd. Nog 300 meter voor Robert Miller. We moeten zo langzaam gaan aannemen dat hij de belangrijke winnaar wordt van deze 11e etappe. 250. 200. Hij zal die borden met plezier lezen, want dan is aan zijn lijden een einde gekomen. Daar is hij, in het dichte van de vaste camera's hier bij de finish. Nog even aan de schot. Robert Miller gaat deze eerste bergetappe in de Pyreneeën winnen.
Hij was hier, de finish, is natuurlijk blij. En we kijken naar Vignon, die ontsnapt is uit de groep van de favorieten. Hier, de nummer 2, Luis Herrera. Schitterend gedaan, een sensationele ontknoping. Achterstand 42 seconden. En hier komt Vignon. Vignon in het gezelschap van Arroyo. 1 minuut is verstreken, dat ziet u als Pedro Delgado binnenkomt. Applaus voor Bernardo, vierde op 1 minuut en 47 seconden. En in de verte zien wij Gerard Veldscholten, die nog net buiten bereik blijft van Laurent Vignon. Nog even op de tanden, Gerard. En de vijfde plek is voor jou. Hij heeft verdiend. Keihard gereden. 2 minuten en 5 achterstand voor Gerard Veldscholten. Als hier Arroyo als zesde komt. Met 2.13 achterstand. En Vignon als zevende in dezelfde tijd. Nog even de uitslag. Eerste werd Miller dus, tweede Herrera, Pedro Delgado derde, Bernardo, Gerard Veldscholten was de beste Nederlander, voor Arroyo, Vignon, Lubigo, Flores en Rutiman. Dan 11e Kelly, 12e Ino, Acevedo, de Colombiaan 13e, Peter Winnen eindigde op 3 minuten en 15 als 14e voor Caritou. Henny Kuiper op 6 minuten 29, Lubberding 6.55, Adrie van der Poel 13.52, Theo de Rooij 14 minuten en 40 seconden en Joop Zoetemelk op 19 minuten en 1 seconde. Wat betekent dat voor het algemeen klassement? Dat Vincent Barthaud in de gele leiderstrui blijft voor Laurent Vignon op toch nog 10 minuten en 32 seconden. Gerald Veldscholten op een hele mooie derde plaats voorlopig, 12 minuten en 25 seconden voor Ino, Anderson, Miller, Greg LeMond, Kelly, Delgado en tiende staat voorlopig Peter Winnen. Ik verwijs u graag nog even naar de volgende Studiosport. Die is straks om 11:30 op Nederland 2, dan opnieuw met beelden van de Tour de France. Graag tot dan. Op de vandaag gereden eerste bergetappe in de Ronde van Frankrijk. Het peloton ging de Pyreneeën in en de rit voerde van Pau naar Gusenage over een afstand van 226 kilometer. Daarin zaten 5 kools, waaronder 3 van de eerste categorie. De samenvatting en het commentaar daarbij komt van Jean Nelissen. De etappe van Pau door Michel Hidalgo, de trainer van de succesvolle Franse voetbalploeg die Europees kampioen werd onlangs. Geluk gewenst. En dit zijn beelden van Pau, waar de renners vertrekken voor de 11e etappe naar Gusenage. Saint-Giron, 226,5 kilometer, met in de laatste 100 kilometer liefst 5 cols, onder wie 3 van eerste categorie. Het bergwater stroomt al met behoorlijke snelheid van grote hoogte naar beneden. Er ligt nog sneeuw op de toppen van de Pyreneeën. En de renners weten dat het vandaag een spannende dag gaat worden. De klassementsrijders moeten in de beugel en zullen een grote inspanning moeten leveren. Niet gestart de Belg Verlinde en de Italiaan Battaglin. En we gaan nog met een behoorlijk grote groep de Pyreneeën in. Pyreneeën, ruige bergtoppen waarop Jean-René Bernardot hier als eerste passeert voor Ludo Peters. Die twee stoeiden in het begin van de etappe een beetje om de bergpunten. Maar later, toen het echt serieus werd en ook warm werd, dat ziet u aan Adrie van der Poel, die hier zich van overtollige kleding opdoet. Toen werd het gevecht pas echt spannend. Adrie van der Poel, gele truidrager. En hier Jan Raas, die zijn Calvary weg niet tot het eindpunt deed. Hij viel uit bij de tweede bevoorrading. Veel gelosten vandaag, veel renners in problemen, onder wie Jacques Hanegraaff, drager van de rode trui als leider in het klassement voor de tussensprint. Elke dag en ook, u weet het nog, gele truidrager. Dat waren de gelosten op de eerste de beste Colal. En we krijgen een ontsnapping met Theo de Rooij en de Fransman Dominique Arnault. Die twee hebben een voorsprong van 1,5 minuut op het grote peloton. En zij zullen voor tweeën beginnen aan de beklimmingen van de 5 laatste cols.
onder wie die van de Potet-Dasper. Waar Erik van der Aarde moet loslaten in het gezelschap van onder andere Robert Albon. Deze man, ooit als derde op het podium op de Champs-Élysées in Parijs. Maar het ene jaar is het andere niet. En deze Fransman is ook al te oud geworden voor de Tour. Evenals Joop Zoetemelk, die vandaag 19 minuten verloor. En misschien ook Henny Kuiper, die grote achterstand opliep. Het werd geen beste dag voor de ploeg van Jan Raas. En even leek het erop dat ook Greg LeMond, de wereldkampioen hier in beeld, het heel moeilijk zou hebben, maar hij kwam terug. Hij is ziek, hij heeft angina en hij is zeker niet in het beste doen, maar wist de schade toch te beperken in tegenstelling tot bijvoorbeeld Kim Anderson en tot andere favorieten. Links Phil Anderson, dan in het midden Ino, en daarachter ziet u heel even Peter Willen. En rechts in beeld met die rode trui voor de kleurenkijkers, de Zwitserse klimmer Beat Bruy. Dat was de groep achter De Roy en achter Arnaud. Hier komt Theo De Roy als eerste boven op de Portet d'Aspet. Hij heeft Arnaud gewoon uit het wiel gereden en gaat zijn eenzame vlucht vervolgen. Dit zijn de eersten van de groep Ino die hier passeren met Arroyo en een paar Colombianen die vandaag goed in de slag zaten. Daar kwam Anderson boven. En hier hebben we een jachtgroep van 8. Die bestaat uit Didier, Gerard Veldschoten, die daar vooraan rijdt, Bernardo, Carde, Miller, Echave, Bazzo en Alain Vigneron. Het is een goede slag voor Gerard Veldschoten hier op kop rijdend. Hij staat van die hele groep het best geclasseerd in het algemeen klassement. En hij zal vandaag ook een aardige sprong maken. Deze Col de la Core, die door deze mannen hier aangevat wordt, is het einde van de vlucht van Theo de Roy. U ziet dat hij wordt ingelopen door de 8 achtervolgers, onder wie Pierre Bazzo. Theo roept om zijn ploegleider, smeekt om drinken, want het was heel warm weer vandaag. En bleef verder achter. De groep met Ino, Winne, Kelly, Vignon, Arroyo, Delgado, kortom, alle favorieten. En een valpartij van Pierre Bazzo, wiens linkerhand deerlijk vermengd is. Hij moest vanavond in het ziekenhuis met spoed worden geopereerd. We zijn dan met het restant van die groep van 8 met Bernardo op kop, met Gerard Veldschoten. En daar demareert van weg van het tweetal de Schot Robert Miller. Kijk nog even om, de twee Bernardo en Veldschoten kunnen niet meer volgen. En Miller rijdt er vandaan. De groep op 3 minuten. Met op kop nog altijd Phil Anderson die het tempo maakt. En alle favorieten daar nog bij. In het midden ziet u Peter Winnen. Dat was de situatie terwijl de laatste klim begon. Die waarop u daarnet Miller zag wegsprinten bij Bernardo. En ook bij Gerard Veldschoten. Die het in die laatste klim heel erg moeilijk had. Maar toen waren ze al zo'n 65 kilometer onderweg in hun poging om uit de greep van de favorieten te blijven. Ook Pedro Delgado, de Spanjaard, die zo goed kan afdalen, heeft de groep Ino verlaten en gaat op jacht naar Veldschoten en de anderen. En dit is de gevleugelde Colombiaanse klimmer Luis Herrera, 22 jaar oud, 55 kilo zwaar, die de groep Ino vaarwel heeft gezegd, niemand kan hem volgen. En zo komt Herrera, nadat hij Delgado gepasseerd heeft, voorbij Bernardo en Veldschoten, die blijven hierachter. Ze kunnen helemaal niet aanpikken. Die Colombiaan gaat door en voor hem rijdt alleen nog de Schot Miller. Ook Laurent Vignon, de beste van de favorieten in de eerste 11 dagen, heeft de groep Ino wel gezegd. Peter Winnen kan niet volgen, Kelly kan niet volgen en Ino kan ook niet volgen. En ook Vignon gaat op jacht naar tijdwinst. De binnenkomst als winnaar van de 11e etappe van Robert Miller. Hij wint evenals het vorig jaar de grote Pyreneeënrit in de Tour. Dan is het wachten op nummer 2. Jawel, daar is hij. Luis Herrera. Tot uitbundige vreugde van de vele Colombianen in de Tour wordt hij op 41 seconden derde. Dit is Pedro Delgado die de derde plaats bezette. Achter Herrera die tweede dus werd. En dat is Bernardo die als vierde eindigt met een achterstand van 1 minuut en 47 seconden. Gerard Veldschoten wordt een vijfde plek gelaten op 2 minuut 5. Hier de binnenkomst van Arroyo Vignon. Die eindigen met een achterstand van 2 minuten en 13. En dan arriveert Flores voor Rutiman, Kelly, Acevedo en Bernardino die 1 minuut bijna verliest op Vignon.
de binnenkomst van de gele truidrager Vincent Barthaud. Hij is heel blij, want hij behoudt zijn gele trui. Gerard van Scholten, het was een zware dag, hij drinkt even. Je zei, wat een rit vandaag. Wat waren de problemen? De hitte, de afstand, de opeenvolgende kont? Nou, de opeenvolgende kont is ook wel, maar omdat ik vrij veel in ontsnapping zat. Elke keer is gekke werk om met zo'n ontsnapping mee te gaan. Ja, dat is ook wel een beetje de opdracht, hè. Om mee te gaan, dat die andere mannen tot achter moeten gaan koersen. En het is gewoon te lang en te warm. Te warm is goed in hetzelfde, hoor, maar het is gewoon een lange dag en enorm zwaar. Ik heb vandaag flink afgezien. Ik heb het aan elkaar goed gedoseerd, maar zat vandaag toch niet meer in. Ik moest op laatst toch af. Ik kon gewoon niet meer. Ja, maar het heeft je toch de vijfde plaats opgeleverd op 2 minuten en 5 seconden van Miller. En je bent de beste Nederlander en je handhaaf je voor in het klassement. Ja, dat weet ik wel, maar dat is natuurlijk zeker mooi. Van mezelf ook, maar er komen nog veel dagen, lastige dagen. Maar ja, dit heb je alvast, hè. En daar ben ik natuurlijk wel zeer tevreden mee. En we gaan kijken hoe het voor de rest gaat met Peter Winnen en Phil Anderson. Ik weet niet hoe ver hij nu achter me zat, maar ik deed niet ver meer. Op een gegeven moment kreeg ik door op het bord dat er iemand, of er 2 of 3 man achter ons waren op 28 seconden. En het peloton op 2:50. Heb je nog die Colombiaan Herrera zien langskomen? Wat vind je daarvan? Ja, hij kwam er rap voorbij. Maar ja, kijk, ik weet niet wat hij gedaan heeft. Kijk, als hij heel de tijd tussen de gereden. En is laatst ik al pas weggereden, ja, dan kun je dat veel goed te maken. Vooral op renners die toch vrij vroeg in aanval waren. Maar je moet het wel kunnen. Ik ga even over naar Peter Winnen. Peter, eerste conclusie van je eerste bergdag. Nou, dat het serieus lastig was. Dan hadden we gelukkig Gerrit mee. Dus we moeten zelf niet in aanval. Ik kan wel een beetje de koers blijven controleren en een tempo rijden. Maar hier op het laatste, op die laatste kant, is het toch explodeerd. Dat is Delgado nog weggereden, Herrera. En fiets... Ja, je zag hoe Herrera wegging. Was daar niet mee te gaan? Ja, dat weet ik niet, maar ik ben gewoon tempo blijven rijden. Want als je met die mannen gaat meespringen, dan gaat het absoluut kapot. Dan exploderen, dan vlieg je zo de lucht in en dan gaat het sowieso minuten kosten nog. Kun je al een conclusie maken na deze eerste kennismaking weer met de Colts? Hoe sta je ervoor ten opzichte van vorig jaar? Nou, ik moet zeggen dat het me is meegevallen. Kijk, normaal ga ik veel slechter als ik weer de eerste keer terug in de Colts kom. En nou kon ik behoorlijk volgen. Nu had ik een goede kop de pedaal en met tempo rijden had ik weinig moeite. Alleen met tempo wisselingen was het wat moeilijker. Maar je bent in het algemeen niet ontevreden? Ik ben zeker niet ontevreden. Als ik het vergelijk met verlenging, ja, toen had ik hier in de Pyreneeën 10 minuten aan mijn broek. En op de sloot toch een beetje minder.